Mama kwijt. Zo heet het boekje. Kennen jullie dit? Ken je dit boekje al? Ken jij het al? Ken jij het, Delphine? Kijk. Wat is dit? En dit? Hij valt zo uit de bar. Hij gaat eraf vallen, kijk. Kijk, Bram. Kijk. En jou hoor, het gaat gebeuren. Kijk. Zie je dat? Helemaal van hier. Het babyuiltje valt. Oh. Krijgt hij pijn? Nou, ik denk niet dat hij pijn krijgt, want hij gaat... Kijk, babyuiltje is gevallen. Zie je dat, Bram? Oh, wat zielig. Kijken wat er gebeurt, ja? Volgende bladzijde. Boink, boink, boink. Ja, hij stuitert. Zie je dat? Ja, hij is helemaal uit het nest. Helemaal uit het nest, op zijn hoofd. Maar er komt een bier en een slang en een konijn en een eekhoorn. En een eekhoorn? Dus de dieren zien dat hij uit zijn nest valt. Ik ontdoet de dier. Ah, oh, kijk, de eekhoorn gaat de uil pakken. Zullen we kijken of dat zo is? Nee hoor. Kijk, daar komt de eekhoorn. Gaat het? Vraagt de eekhoorn. Ik ben mama kwijt, piept kleine uil. Oh, zie je dat? Kijk, dat is de kleine uil. En dat is de eekhoorn, die is helemaal uit zijn boom gekropen. Om te vragen of het gaat, want hij zag uil vallen. Geen paniek, vriendje. Ik vind jouw mama wel. Hoe ziet ze eruit? Vraagt de eekhoorn. Mama is heel groot. Zo groot. Doet hij zo? Doen jullie dat ook even? Wat doet de kleine uil? Die laat zien hoe groot mama is. Laat maar zien. Laat maar zien. Heel groot. Ik weet het, roept eekhoorn. Kom maar mee. Gevonden. Hier is jouw mama. Kijk dan. Nee, dat is een beer. Oh, wacht even. Dat, zie je dat? Is dat de mama van kleine uil? Nee, dat is een beer. Dat is? Een beer. Een beer. En de beer kan toch nooit de mama zijn? Nee, hij is een grondbeer. Ja, maar kleine uil zei mama is heel groot. Ja. Dus de eekhoorn vond een hele grote beer. Kijk. Dit is een grote maar ik beer. Ik denk dat die beer zijn kleine beer ook kwijt is. Misschien is een babytje kwijt. Ja. Nou, dat denk ik niet, want hij kijkt wel heel rustig. Ja. Niet alsof hij in paniek is. Dus even kijken of de uil vindt dat dat zijn mama is. Nee, piept kleine uil. Dat is mama niet. Mama heeft puntige oren. Kijk, zo. En wat doet hij dan? Hij laat zien hoe mama's oortjes zijn. Zo. Zo, laat maar zien, Mitch. Mama heeft puntige oren. Laat maar zien hoe die oortjes van mama zijn. Kijk zo. Doe ook maar. Oeh, die op je hoofd. Zo. Goed zo. Ik weet het, roept eekhoorn. Kom maar mee. Gevonden. Hier is jouw mama. Nee, dat is een konijn. Alweer niet. Wel puntige oren, maar geen mama, hè? Nee, piept kleine uil. Dat is mama niet. Mama heeft grote ogen. Kijk, zo. Doe maar. Grote ogen. Zulke grote ogen, Delphine. Laat maar mama's ogen zien. Kijk, zo groot. Ik weet het, roept eekhoorn. Kom maar mee. Gevonden. Hier is jouw mama. Nee, dat is een kikker. Hele grote ogen inderdaad. Kijk, hoe zie je dat? Kikker, kikker. Kijk, wat is dat? Een kikker. Kijk. Maar niet. Wat is dit, Delphine? Laat maar zien. Wat is dit? Zo, mijn vingertje. Dat is een? Kikker zegt een kwak-kwak. Ja, even kijken wat de kikker doet. Nee, piept de kleine uil. Dat is mama ook niet. Mama is kwijt. Nou, wat denken jullie? Gaat hij zijn mama vinden? Het is wel moeilijk, hè? Ja. Jongens, wacht eens even, zegt de kikker. Ik weet waar jouw mama is.
Loop maar mee. Jouw mama is jou overal aan het zoeken. Kijk. Ze wijst die kant op. Ze wijst allemaal die kant op. Dus mama is waar? Daar. Is dat jouw mama? Even kijken. Draai maar om. Pak maar dit. Dat is jou. Ja. Dat is mama. Ja, ja. Dat is mama. Dat is mijn mama. Kijk. Zie je? En waarom weten we dat mama? Ja. Waar, Bram? Laat mij zien. Waar is mama? Draai maar om. Heel erg bedankt, jongens. Zegt mama El. Gaan jullie mee naar ons nest? Ik heb koekjes. Ja, graag. Ik heb koekjes. Heb jij ook koekjes? Ja, graag, zegt Eekhoorn. Kijk, wij vinden koekjes het allerlekkerste dat er is. En... dat is het allerlekkerste koekje. Kom maar. Ah, krijgt Elle ook een koekje. Goed zo. En waar zijn ze dan? Op het nest. Tobias? Waar zijn ze dan? Op het nest. En wie zijn er allemaal? Mama Uil. En wie is dat? Kikken. En dat? Hij valt steeds weer uit het nest. Oh, gaat hij weer uit het nest vallen? Want hij slaapt. Ik denk dat mama Uil iets beter moet opletten. Kijk. Oh, daar gaat hij weer. Maar gelukkig hebben dit keer mama Uil en? Kikken. En? Het allemaal heel erg goed door. Dus ik denk dat ze hem nu heel erg snel zullen vinden. Zo, het boekje is uit. Hey, Mitch.